Leonard van Münster maakt al jaren opvallende kunst in de stad. Deze Fata Morgana onder de A10 in Bos en Lommer of een drijvend huis in het Erasmuspark. Het plezier in het maken van de werken wordt alleen steeds minder door de gemeente Amsterdam. Nou, ik merk van heel veel kunstenaars die kunst in openbare ruimte maken, die zeggen, nou, ik stop ermee. Want het is gewoon niet te doen. Al die regelgeving en je wordt eigenlijk alleen maar tegengewerkt in plaats van dat je samen zou moeten optrekken. Neem bijvoorbeeld zijn Fata Morgana. Het kunstwerk staat er al 10 jaar, maar nu wil ineens Rijkswaterstaat onderzoeken of het wel brandveilig is. Op zich goed natuurlijk, maar Van Münster moet er zelf weer allemaal werk in steken, mag het blijven. Ja, ik ben de laatste tijd alleen maar aan mailen, bellen, vergaderen om te zorgen dat kunstwerken onderhouden blijven of dat ze mogen blijven. Ik wil gewoon dingen maken in plaats van deze romslomp. Ook om zijn huisje in het Erasmuspark heeft Leonard gedoe met de gemeente. Het moet weg wegens slecht onderhoud. Dit is ook wat, hè? Stadsdeel West laat weten dat de onderhoudskosten te hoog zijn en daarom is het kunstwerk maar tijdelijk. Maar Leonard, is het ook niet wat bij kunstwerken hoort dat het soms maar tijdelijk in de stad is en dat er dan weer nieuwe moeten komen? Ja, dat is zo. Maar als iets zich heeft bewezen, hè, en je ziet dat veel mensen het interessant en mooi vinden, dan kun je er ook voor kiezen om wat geld in te stoppen om het te behouden. Van Münster en de gemeente zijn nooit echt de beste vrienden geweest. Deze creatie in het Vondelpark in 2010 moest weg. En ook het Ik hou van je lichtkunstwerk aan de ring verdween ondanks protest uit de buurt. Dat is erg jammer. En ik denk ook dat de kunst in openbare ruimte voor Amsterdam heel belangrijk is. Voornamelijk in dit soort buurten ook. Dat is niet mijn doel, maar dat is een bijkomstigheid. Want heel veel jongeren uit die buurten die komen niet in musea of in galeries. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we kunst in openbare ruimte in Amsterdam behouden. En dat moeten we in samenwerking met de gemeente en overheden doen. Want anders, als kunstenaar, kun je dat allemaal niet in je eentje behappen.